De line-up van de RTX 2000 kaarten begint goed gevuld te raken. Naast de Titan RTX, de RTX 2080 Ti, RTX 2080 en RTX 2070 is dit hier de RTX 2060. De videokaart die de meeste prestaties voor zijn geld moet leveren. Maar is dat ook zo? Hey, en wat leuk dat je kijkt deze gloednieuwe review hier op TechTime. Nvidia heeft ons hun nieuwste RTX 2060 videokaart opgestuurd. Deze kaart is een flink klap goedkoper en is dan ook het nieuwe kleine broertje in de RTX-familie. Maar is deze kaart zijn geld waard? De RTX 2060 Founders Edition heeft een grijs-zwart kleurschema. Dit is een kleurneutrale kaart die in vrijwel elke PC-beeld geplaatst kan worden. Nvidia heeft afscheid genomen van de typische blower style coolers en heeft hier nu twee fans geplaatst. En wat andere fabrikanten al jaren doen, heeft Nvidia nu dan eindelijk ook gedaan. De fans zijn zwart gekleurd en ontzettend stil. En normaal staan de referentiekaarten bekend om hun slechte koelprestaties en lawaai. Maar qua geluidsproductie valt dat met deze kaart enorm mee. De RTX 2060 wordt extra gevoed door een enkele 8-pin power connector. En voor de verandering zit deze nu helemaal rechts van de kaart. Ik keek vreemd op toen ik dit voor het eerst zag. Maar eenmaal in mijn PC ziet het er veel cleaner uit dan wanneer er een kabel aan de voorkant naar beneden gaat. Ik hoop enorm dat dit ook in toekomstige kaarten zo zal zijn. Nvidia raadt voor deze videokaart dan ook een voeding aan van minimaal 500 watt. De backplate van deze kaart ziet er ook heel erg gaaf uit. De naam van de kaart staat erop geprint en de lijnen eromheen vind ik ontzettend tof gedaan. Zelf maak ik gebruik van een mini ITX PC. Grotere kaarten passen met moeite hierin, maar met deze videokaart is dat geen enkel probleem. Deze videokaart is dan ook 22,8 cm lang en 11,2 cm diep. Checken we dan de aansluiting aan de achterkant, dan vinden we hier twee keer DisplayPort 1.4, 1 keer HDMI 2.0b, 1 keer DVI en ook een USB-C aansluiting voor toekomstige VR-brillen. Een aansluiting die je wel moet missen is NVLink of SLE. Nvidia heeft ervoor gekozen om deze niet te plaatsen op de RTX 2060. En ik geef ze hier persoonlijk geen ongelijk in. Het is een veel betere optie om een krachtigere videokaart te nemen dan wanneer je twee van deze kaarten wil gaan plaatsen. Wat de specificaties van deze kaart zijn, zie je nu ook in beeld. En vergeleken met de RTX 2070 is er weliswaar wat gesnoeid in de motorkap, maar dat zie je dan ook terug in de prijs. Maar uiteraard moet deze kaart ook getest worden en we hebben volop benchmarks gedraaid en deze kaart goed aan de tand gevoeld. Op onze testbench is een Intel Core i5-6800K geplaatst, geklokt tot 3,6 GHz. En als moederbord hebben we de Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming, samen met 2x8 GB G-Skill Trident CRGB geheugen, geklokt op 3000 MHz. De rest van de onderdelen en software in de testbench is te vinden in de beschrijving. We beginnen met de statische benchmarks. In 3D Mark Time Spy weet deze kaart een score neer te zetten van bijna 7100 punten op normaal en 3297 punten op extreme. Vergeleken met de GTX 1060 is dit een gigantisch verschil. Ditzelfde geldt ook in 3D Mark Firestrike. In de uitgevoerde tests weet deze kaart punten neer te zetten van 16.379 op normaal tot 4298 op ultra. Over naar de games en we beginnen eerst met Rise of the Tomb Raider. Op Full HD Very High settings met SSAA 4 keer hebben we 64,29 fps weten te klokken. Maar op 4K resolutie is het wel een flinke downgrade en we tikten hier dan ook gemiddeld 18,7 fps aan. De game Shadow of the Tomb Raider is een van de weinige games die raytracing gaat ondersteunen. Tijdens de benchmarks was de patch nog niet beschikbaar. Resultaten met raytracing zul je binnenkort gaan zien zodra de patch ook beschikbaar is. Op Full HD resolutie tikten we hier gemiddeld de 62,33 fps aan en op 4K zitten we op 20 fps. Waar de resultaten van Hitman bij andere kaarten dicht bij elkaar liggen, is dat hier niet het geval. Op Full HD tikken we 96,45 aan en op 4K 55,7. En dit is ook zo bij Assassin's Creed Origins. 71,7 fps op Full HD en 39 op 4K. De game Final Fantasy XV maakt graag gebruik van de technieken die Nvidia beschikbaar heeft gesteld. Maar deze hebben tijdens het benchmarken uitgezet en gekozen voor de high settings. Op Full HD weet deze game de score te zetten van 80,95, terwijl op 4K de score 32,98 is. Ashes of the Singularity is de allereerste titel die gebruik maakt van DirectX 12.
Op 1080p Crazy weet deze kaart 57.8 fps aan te tikken, maar vink er de 4K optie aan, dan heeft de kaart het wat moeilijker met 41,47 fps. Far Cry 5 is een van de nieuwste games die we op de 4K pijnbank hebben gelegd en dat is gelijk ook te merken. 39.7 fps op 4K ultra gemiddeld is weliswaar een leuke score, maar gamen op 60 fps is wel fijner. Al zie je weinig verschil tussen high en ultra in deze game. De RTX 2060 is een hele interessante videokaart. De prestaties liggen ver voorbij zijn voorganger, oftewel de GTX 1060. Wil je oudere videokaart dan gaan upgraden? Dan is de RTX 2060 een hele interessante optie. Maar dan even over het prijskaartje. De GTX 1060 was bij lancering geprijsd vanaf €269. Maar de RTX 2060 is geprijsd vanaf €375. En dat is een verschil van meer dan €100. Maar dan krijg je wel een flinke performance boost voor terug die te vergelijken is met de GTX 1070 Ti. En laat die nou bij launch een prijs hebben gehad van €469. Ook heb ik mijn vraagtekens over de launch van deze kaart. Waarom is deze niet tegelijk met de RTX 2080 gelanceerd? Dat was voor Nvidia de kans geweest om degene met een lager budget kennis te laten maken met de nieuwe functies. Bij het maken van deze review kost deze Founders Edition €375 en ondertussen hebben andere fabrikanten ook kaarten uitgebracht voor een prijs tussen €365 en €460. Gezien de prestaties van deze kaart vind ik dit een acceptabel bedrag. Echter hoop ik nog wel dat er een nog goedkopere kaart gaat uitkomen die raytracing gaat ondersteunen. Misschien de RTX 2050 of een andere kaart. Ik ben benieuwd, de toekomst zal het leren. We'll be right back.